Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmus. Het is vandaag woensdag 20 december. En er staat vandaag een leuke dag op de planning. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is woensdag de ene laatste dag voor de kerstvakantie. En vandaag hebben ze natuurlijk een halve dag. En vanavond hebben we het kerstdiner in de klas om 6 uur. Dus we hebben nu nog een half ochtendje en dan vanavond mogen de kinderen helemaal chic gekleed, of wat ze aan willen doen natuurlijk, mogen ze naar school komen. En dan gaan we gezellig met z'n allen eten, super veel zin in. En we maken dus allemaal iets lekkers. Waarschijnlijk gaat er ook wel veel zoetigheid zijn, maar dat wilden de kinderen zelf. Dus dat vind ik helemaal prima. En ik heb er eigenlijk heel erg veel zin in. Ik heb voor vandaag ook niet meer echt op de planning dat we gaan werken. Wat op de planning staat is dat ze in ieder geval gaan lezen. Dan krijgen we een gastles van de middelbare school. En dan gaan we Kwink doen. Kwink is sociale vorming en ik heb dus een kerstevaluatie gemaakt. Om even te evalueren tot nu toe wat we van het jaar vinden. En ik dacht dat is wel een mooi iets om het jaar mee af te sluiten. En ik vind het ook wel heel erg belangrijk om te weten. Het gaat heel goed in deze klas. Heel veel, ja, gewoon positief leerklimaat. En ook sociaal ook. Dus dat is fijn. Maar het is altijd goed om even het te bespreken. Dus wat ik heb gemaakt, ik zal het gelijk maar eventjes laten zien. Er horen ook twee werkbladen bij. Dus die ga ik er even bij pakken. Oké, per groepje krijgen ze een blad, een werkblad. En daarop staan vragen. Dat doen ze in een groepje van 3 of 4. En die vragen bespreek ik eerst ook even op het bord. Dit zijn de vragen. Op welke moment is het fijn in deze groep? Nou, je ziet de vragen hier ook, maar hier is wat groter. Waar is deze groep goed in? Wat heeft deze groep nodig om goed te kunnen samenwerken? Wanneer kunnen wij het beste werken in de klas? Wat zijn sterke eigenschappen van deze klas? Welke 3 woorden zou je gebruiken om deze klas te omschrijven? En welke les of welke werkvorm of oefening moeten we zeker nog een keer doen? Dus dat vonden ze heel erg leuk. Nou, hier hebben ze dus een werkblad. Dan maken ze in een groepje een top 3. En dan gaan we daarna de antwoorden bespreken. En die schrijven we dan hier op het digibord. En daarna heb ik nog een opdracht. En dat is deze. Deze ga ik dan ook in de klas ophangen voor het nieuwe jaar. En dat is: ik ben trots op mezelf, want ik heb over mezelf geleerd. Mijn goede voornemen voor 2024 is. En hoe je dat gaat bereiken. Dus deze vond ik wel heel erg mooi. Dus dit is in ieder geval voor vandaag. En daarnaast heb ik ook nog een quiz op Kahoot. Ook echt een aanrader om te doen. Die kan je natuurlijk nog donderdag of vrijdag doen. Alleen dan hebben wij niet meer echt school. Kijk, online op Kahoot hebben ze natuurlijk gewoon allemaal quizzen. En ik had deze gezien. Ik had hem opgeslagen. Moet ik even kijken waar. Nou, dit is hem, de jaarquiz. En dan komen er dus allemaal vragen over dit hele jaar. Allemaal nieuwsitems. En ze vinden Kahoot heel leuk bij mij. Het zijn 46 vragen. Dus genoeg vragen om te beantwoorden. En ze gaan dus elke maand langs. Dus je ziet elke maand wat nieuws voorbij komen. Dus dat ga ik vandaag ook doen. En dan ga ik de tafels klaarzetten voor het kerstdiner met de kinderen samen dan. Wat ik mooi vond om te zien. Er gebeurden heel veel verschillende dingen. Ik zag kinderen die waren best wel blij. Sommige kinderen werden ook wel een beetje geïrriteerd. Ik zag discussies. Ik zag kinderen die het met elkaar eens waren. En dat is ook precies de bedoeling wat er met zo'n les moet gebeuren. Bij Kwink ben je natuurlijk heel erg bezig met groepsvorming. Hoe voel je je? Wat kunnen we verbeteren? En wat gaat er nou al goed? Kan alles goed gaan in een groep? Nee. Dat is wel lastig. Kunnen we dingen verbeteren in een groep? Ja. Wie was er in zijn groepje met alles met elkaar eens? Ja, eigenlijk wel. Dat kan, hè? Wie was er in zijn groepje wel eens een keer niet met elkaar eens? Zijn we allemaal hetzelfde? Nee. Als we allemaal hetzelfde waren, hadden we ook allemaal dezelfde mening. Hadden we ook hetzelfde opgeschreven, maar gelukkig zijn we allemaal anders. Met deze les wil ik eigenlijk kijken, wat gaat er nu al goed? En op het eind gaan we dan ook dingen opschrijven die we eigenlijk kunnen verbeteren in 2024. Als eerst wil ik
tegen jullie zeggen, het gaat al heel erg goed in deze stad. Tuurlijk zijn er wel eens ruzies in de groep, dat ga je straks op de middelbare school ook hebben. Je hebt kinderen die het er niet mee eens zijn. Iedereen is anders. Maar toch hebben we het laatste jaar en gaan we proberen om er het beste van te maken. En daarom moeten we er ook met elkaar over praten, want dat is belangrijk. Als eerste hebben we een aantal vragen hebben opgeschreven. Nou, ik wil eerst positief beginnen. Op welke momenten is het fijn in deze groep? We gaan zo een jaarquiz doen. Elke maand komen er een aantal vragen wat er in de wereld is gebeurd. Als we tussen elke vraag heel veel gaan kletsen, gaat het super lang duren en dan stop ik ermee. Als het iedereen is, stop ik ermee en anders zet ik je even in de tussenruimte en dan kan je daar gaan lezen in een boek. We gaan beginnen met de maand januari van 2023. Het gaat over een darter. Draagt gehoorbeschermers. De dartbond besluit later dat dit niet mag. Maar waarom droeg hij die gehoorbeschermers? Even de haren aan het krullen. En we hebben straks dus kerstdiner. Dus misschien is het leuk om even te filmen wat we allemaal op de tafel gaan leggen. Als eerst hebben we even cute placemats. En we hebben zelf vaccinelichtjes gemaakt en we gaan dus alles versieren. Oh ja, laat ook even de lampjes zien die ik heb opgehangen. Dat is helemaal niet gefilmd. Oh ja. Helemaal leuk. En, oh je kan wel... Allemaal, ja ik knip dat daar. We gaan het allemaal met de badjas gaan we het er zo in doen. Nou, het is na schooltijd en ik heb dus die meiden hun haar gekruld. Zodat ze vanavond bij het kerstdiner allemaal krullen hebben. En we hebben de tafels dus gedekt. Er moeten nog wat borden en zo bij. Maar ja, dat komt wel. Dat nemen ze namelijk vanavond mee. Dus ik ben nu nog eventjes de kerstkaartjes aan het afmaken. En dan gaan we het helemaal klaarmaken voor vanavond. En ik ga zo meteen eerst even naar huis om dan daar mijn kerstoutfit en alles aan te doen. Maar ik ga eerst nog heel eventjes snel dit afmaken. En ik moet dus even die kerstkaartjes erin doen en ze even snel schrijven. Oké, ik ben weer thuis. Ik ga zo meteen me dus klaarmaken voor het kerstdiner. Dan zal ik jullie wel even daarin meenemen. Alleen ik moest ook nog mijn vlog bewerken en ik ging gewoon even thuis lekker rustig even zitten. Dus ik ga nu even een YouTube filmpje kijken of even een ander filmpje en nog even chillen. En dan ga ik over een uur. Hoe laat is het? Oh, het is pas 3 uur. Nou, ga ik straks me klaarmaken. Maar eerst gewoon lekker niks doen. En dan straks me omkleden. Oké, ik had eigenlijk echt een heel leuk kerstjurkje. Een wat langer kerstjurkje. Alleen, die zit dus ergens in de dozen. En ik kan hem dus niet vinden. Dus ik ga nu een ander kerstjurkje aandoen. Alleen volgens mij is die dus wel wat korter. Dus ik ga even kijken hoe kort die is. Of ik hem aan kan doen naar werk. En dan ga ik er even een broekje onder doen. En dan doe ik gewoon wat langere laarzen aan. Dan kan het sowieso wel. Dus dat ga ik nu eventjes proberen. En daarna ga ik nog even mijn haar krullen. Want ik heb er nog niks mee gedaan. Ik had het vanochtend gewassen. En dan ga ik dat eventjes doen. Maar het is in ieder geval... ja, gewoon een zwart glimmend jurkje. Dus die ga ik eventjes aandoen. Ik heb toch maar een ander jurkje aangedaan. Deze vond ik wat netter. En dan heb ik eronder gewoon een broekje. En het is dus een satijnen stof. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Zo, en ik ga nu even mijn haar krullen. Zo, nou de kinderen kunnen dus om 6 uur komen. En ik heb nog genoeg tijd, maar ik dacht even een paar krullen in mijn haar is wel leuk. Ik heb nu toch niet meer zoveel haar, dus het is ook zo gedaan. En ik gebruik altijd deze krultang van Max Pro. Thank you.
donders krullen zitten erin. Dan laat ik het altijd heel eventjes afkoelen. Want anders zit het, ja, dan is het straks helemaal niks meer. Dus ik ga nu eventjes mijn make-up bijwerken. Het enige wat heel irritant is aan deze jurk, is dat dit soms een beetje openvalt. Dus ik moet dat wel eventjes goed doen. En ik dacht misschien wel leuk om deze zwarte oorbellen erbij te doen. Dus dat ga ik erbij doen. Zo. En dat vind ik zo leuk aan groep 8 hebben. Is dat je gewoon... Die meiden vinden het ook helemaal leuk om zich klaar te maken. En die jongens vinden het ook leuk om moeite te doen. En je kan er gewoon gezellig over praten. Dus ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik doe een klein beetje mijn hoofd afpoederen. En dan vind ik het eigenlijk ook wel... prima. En als het goed is, heeft dus iedereen iets gemaakt of iets meegenomen. En dan gaan we dus met z'n allen daarvan eten. En ik heb dus ook een kerstverhaal gemaakt met alle namen van de kinderen. Dus ik hoop dat ze het verhaal grappig vinden. Ik ga dit denk ik toch zo even vastmaken, want ik vind het heel irritant. En een klein beetje mijn nek erbij, want ik ben echt zo wit. Zo. En dan ben ik er eigenlijk wel klaar voor. En dan ga ik naar mijn werk. Nou, ik ben echt zo blij hoe het eruit ziet. Lekker haardvuurtje, muziek. Komen hier alle gerechten op te staan. En we hebben dus hier de tafels. Echt zo cute. Met de lampjes. Helemaal blij mee. Kan echt niet wachten.